Paul, al die licenties waarvan er 8000 zijn, onderverdeeld in segmenten, wat kan mij het schelen? Ik pak er een, de goedkoopste, en ga aan het werk. Wie controleert dat eigenlijk? Nou, er zijn 3 partijen die dat controleren. In de eerste plaats uw klanten. Uw klanten willen namelijk geen gedoe en uw klanten vragen dus gewoon, mag ik even zien wat er op uw licentie staat? Hetzelfde geldt, nummertje 2, voor uw leveranciers. Die willen ook geen gedoe. Vragen ook, wat staat er op uw licentie? Klopt dat een beetje? En de derde, de lastigste, zijn de banken. De banken kunnen behoorlijke boetes krijgen als ze ondernemingen financieren die activiteiten ontplooien die niet op de licentie staan. Dus met name de bank kan zomaar wel eens uw tegoed bevriezen als zij het idee hebben dat u hele andere dingen doet dan wat op uw licentie staat. Dus het is toch wel belangrijk om daar bij de start van uw bedrijf even heel goed naar te kijken. Om het verhaal nog ingewikkelder te maken, die licenties zijn vaak opgedeeld in segmenten. En afhankelijk van welke licentie u koopt, mag u soms 2 of 3 of 5 activiteiten per segment doen. Of bijvoorbeeld 2 activiteiten uit 2 segmenten doen op 1 licentie. Nou, dat is een heel gepuzzel. Want 8000 licenties opgedeeld in, 800 segmenten. Verdeeld over 40 free zones. Dat is best wel even lastig om te kijken wat is nou een handige licentie om te nemen.